April 2022 begon met een aantal regendagen, maar daarna klaarde het op en scheen dagenlang de zon. Het voorjaar liet zich van haar goede kant zien. Zonnepanelen maakten overuren. Bij de tennisvereniging Luktor werd een open dag gehouden. Is een open dag zoals vandaag iets bijzonders voor jou? Het is, het is in die zin bijzonder. Het is gewoon weer heerlijk nadat je de hele jaar weer of half jaar in de hal hebt gestaan. Om dan weer eens een keertje lekker buiten te zijn. En het is heerlijk weer die buitenlucht, het gravel. Het is een soort koeien die weer in de wei gaan, zeg maar. Zo voelen wij ons als trainers ook meestal van, we mogen weer. De traditionele paaskermis op het Rembrandtveld kon daar dit jaar niet gehouden worden. De Henriette Roland Holslaan kreeg groot onderhoud en daarvoor werd het Rembrandtveld als opslagruimte gebruikt. Na 3 jaar is er eindelijk weer kermis in de binnenstad van Almelo. Dat is voor het eerst sinds de coronapandemie begon in maart 2020. De attracties staan opgesteld aan de Wierdense straat tot aan de Waag. Bij de brandweer vorderde de bouw van de nieuwe kazerne gestaag. Het was tijd voor de eerste steenlegging door burgemeester Gerritsen. Ja, ik zei net al even, ik heb 5 korpsavonden beloofd van, nou jongens, volgend jaar dan staat het gebouw er. Maar nu gebeurt het dan dus echt. En we hebben net, ik grapte net al, de laatste steen gelegd in dat gebouw. Want de bouw gaat, en dat is een compliment voor de bouwcombinatie, gaat ongelooflijk vlot. Elke keer dat je door de Brugstraat rijdt, dan zie je die nieuwe kazerne groter en mooier en volwassener worden. En dus ik hoop vooral, met alle lof voor de bouwers, met alle lof voor alle mensen die beslissingen hebben genomen over dat gebouw, dat die nieuwe kazerne een veilig, een mooi en een goed onderdak gaat bieden aan de mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat de Rode Haan in Almelo en omstreken niet krijt. Met Pinksteren wordt opnieuw door de Almelopers deelgenomen aan de Europa Run. Een deel van de tocht gaat door de nacht. De Almelopers trainden ervoor. Ja, wij hebben dit weekend de generale repetitie. En dat is een avond en een nacht en ochtend editie. En dat doen we omdat we het zoveel mogelijk na willen bootsen alsof het Europa Run is. We hebben een aantal nieuwe leden ook, nieuwe Almelopers. En we willen laten zien en ervaren wat het is om zo uren achter elkaar te lopen, te rusten, elkaar af te wisselen. En ook hoe het is om het in donker te lopen, de verlichte hesjes. We hebben het Europa Run reglement waar iedereen zich ook aan moet houden, dus met verlichting. Dus dat willen we allemaal oefenen vandaar. Adriaan van Dis hield een lezing in de bibliotheek. Avicii was erbij. We kunnen niet als Atlas de hele wereldbol op onze schouders tillen. Het enige wat je kan doen is een beetje humaan zijn. En in de spiegel kijken. Wat doe ik zelf? Probeer 5 keer aardig per dag te doen. Wees je er bewust van als je boodschappen doet, dat je ook boodschappen doet naast mensen met een andere portemonnee. In navolging van walking voetbal werd door Aastad in de Windmolenbroek gestart met walking volleybal. Het grote verschil tussen All-Star en normaal volleybal is dat je hier niet mag springen. Je mag hier niet bovenhands opslaan en ook niet aanvallen bovenhands. Dus alles is eigenlijk onderhands of met 2 handen eroverheen gespeeld. Dat is eigenlijk het grootste verschil. De logistiek hield een open dag, een zogenaamde instapdag. Ja, het is erg belangrijk dat er weer instroom komt in verband met de vergrijzing in de sector. Ja, ik denk dat het heel goed is dat de sector veel aandacht geeft aan de mogelijkheden die er zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden om chauffeur te worden. Iedereen denkt dat het een hele dure opleiding is. Dat is het ook. Maar de sector geeft een hele grote bijdrage daarin. Op 30 april was er een open huis in de Bolletjewinkel. Oude tijden in een nieuw jasje. Wat houdt dat in? Nou, dat betekent dat dus Bolletjes, of de Bolletjewinkel is dus nu een onderdeel geworden van de molen. Vroeger hoorde het bij de fabriek van Bolletje. En wij zijn dus nu onderdeel van de Ambi-stichting, de molen. Die heeft dus ons eigen, zeg maar, in eigendom gekregen. En wij willen dus dat straks laten zien, dus met een open dag. Om dan, zeg maar, dat er dan de oude tijden nog steeds leven hier, maar dan in een nieuw jasje. Gelukkig kon Koningsdag weer gevierd worden zoals in Almelo gebruikelijk. Met een vrijmarkt en optredens in de binnenstad. Het weer werkte ook mee.
De stolpersteinen werden gepoetst en er werd er zelfs één herlegd. De achterkleinzoon van de heer Gompert voltooide de klus. Goed zo, goed zo. De plek waar, zoals ik zei, de meeste van ons geboren zijn. Maar ook waar onze grootouders gewoond hebben. En daarom is het belangrijk dat de steen hier ligt.